Tegen 2060 moeten we met z'n allen 19 miljard euro extra op tafel leggen om onze pensioenen betaalbaar te houden. De gemiddelde gepensioneerde ontvangt daarbij slechts 32% van zijn vorig loon, wat een veel te laag bedrag is. De maatregelen die de regering Di Rupo heeft genomen zijn daarbij slechts een druppel op een hete plaat. Wat moeten we doen om onze pensioenen betaalbaar te houden? Dat is het thema van dit nieuw Itinera verkiezingsdebat. Welkom in onze Erasmus-studio te Brussel. We praten vandaag over de betaalbaarheid van de pensioenen en wat we moeten doen om die betaalbaarheid in de toekomst ook te kunnen garanderen. We doen dat samen met Alexander De Croo, federaal minister van pensioenen, met Caroline Genet, SPA-kamerlid, en met Wouter De Vriend, kamerlid voor Groen en beiden ook thuis in de materie van de pensioenen, die geen evidente materie is, want het is een zeer technisch verhaal. Trouwens, transparantie is ook een van de uitdagingen in deze materie. Maar laat ik misschien proberen maar kort het probleem te schetsen. We hebben een vergrijzingscommissie die de problematiek opvolgt. En die voorspelt dat tegen 2060, ja, met een aantal hypothesen of variabelen, 5 tot 5,5% van ons bruto binnenlands product extra naar de pensioenen zal gaan. Dat is natuurlijk zeer veel, dat gaat over 19 miljard, die moet extra op tafel komen te liggen. Ja, meneer de minister, misschien moet u eerst zeggen wat de regering daaraan heeft proberen te doen en wat uw partij voorstelt om er in de toekomst nog aan te doen. Wat we binnen deze regering gedaan hebben, is eigenlijk werken op twee sporen. Eén spoor is maatregelen innemen die ervoor zorgen dat mensen niet te vroeg stoppen met werken. Dat zijn maatregelen die we genomen hebben in het vervroegd pensioen, waar we de leeftijd opgetrokken hebben van 60 naar 62 jaar, van 35 naar 40 jaar loopbaan. Dus iedereen moet minstens 2 jaar langer werken. En ook maatregelen in het brugpensioen die wij genomen hebben. Je ziet ook dat de activiteitsgraad de voorbije 2 jaar bij 55-plussers gestegen is. Er zijn vandaag 64.000 meer 55-plussers die werken dan dat was voor het aanvang van deze regering. Dat is één spoor. Een tweede spoor is het spoor van het belonen van de mensen die werken. Wij willen de band tussen werken en pensioenopbouw, we willen die band versterken. Dat hebben we gedaan door de pensioenbonus effectiever te maken. Maar bijvoorbeeld ook door ervoor te zorgen dat elke maand die gewerkt wordt, dat die ook meetelt in de opbouw van het pensioen. Bijvoorbeeld de laatste maanden van de carrière, die telden vroeger niet mee, die tellen vandaag wel mee. En ik denk die twee sporen, namelijk te vroeg stoppen, moeilijk maken en mensen die werken beter belonen in pensioen, dat zijn de sporen waarop wij verder moeten werken. Het is eerder de loopbaan die belangrijk moet zijn dan de pensioenleeftijd. En de pensioenleeftijd van 65 jaar, dat is vandaag het probleem niet. Het probleem is dat men op 59 jaar stopt met werken. We moeten ook gaan naar een verdere harmonisatie van de drie stelsels. De privé, de zelfstandigen en de ambtenaren. En ook een aantal anomalieën wegwerken. Er zijn vandaag nog een aantal discriminaties, bijvoorbeeld tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden. Op heel veel domeinen zijn die weggewerkt. In de pensioenen bestaan daar nog een aantal discriminaties. En die zouden zo snel mogelijk moeten weggewerkt worden. De grote lijn is eigenlijk duidelijk. Mensen die werken, die hebben recht op een comfortabel pensioen. En een comfortabel pensioen is een wettelijk pensioen. Is een aanvullend pensioen voor iedereen. Daar hebben we de stappen ook naar gezet. Critici zeggen dat die maatregelen van de regering, die zijn een beetje in de tijd gespreid, want die worden niet allemaal dag op dag ingevoerd. Er zit een soort timing op. Dat die eigenlijk al voorbijgestoken worden door de vergrijzing zelf en dat die opbrengst eigenlijk maar een druppel op een hete plaat is. Nee, dat is niet juist, hè, want de rapporten die wij gekregen hebben en van de Europese Commissie en van het IMF en van OESO zeggen heel duidelijk dat deze regering de eerste sinds lang is die maatregelen genomen heeft die effect zullen hebben. Natuurlijk, in pensioenen heb je altijd een spreiding in de tijd. En eerlijk gezegd, ik denk dat het ook logisch is. Het is gemakkelijk om over pensioenen te spreken, maar het gaat over mensen. Het gaat over de financiële toekomst van mensen. En als mensen de verwachting hadden dat ze binnen 6 maanden op pensioen kunnen gaan, ja, dan gaan we niet opeens zeggen, ah, het is niet binnen 6 maanden, het is pas binnen 3 jaar. Je spreekt met overbruggingsperiodes en ik denk dat die overbruggingsperiodes ook zeer logisch zijn. Er komt nog een update van die rapporten van de vergrijzing. Men zegt dat die over de verkiezingen zijn getild, omdat die nogal verontrustende cijfers zouden bevatten. Nee, dat is niet juist. Er is een expertencommissie die een aantal pistes aan het becijferen zijn. Want in de pensioenen is het gemakkelijk om ideeën te lanceren. Je moet natuurlijk ook al weten wat de impact daarvan is. En die commissie heeft gezegd, ja, om een voldoende gefundeerd rapport te kunnen hebben, hebben we tijd nodig om het volledig te kunnen uitwerken.
Ik heb hen die gezegd, ja, als jullie tijd willen, bon, ik kan daar niet intussen komen. Met absoluut geen enkele betrachting om iets voorbij de verkiezingen te tellen. Ja. Mevrouw Gené, Frank van den Broek is een van de mensen die in die expertencommissie zit. Pensioenen is voor uw partij ja, een belangrijk onderdeel van uw partijprogramma. Ja, het is een heel belangrijke uitdaging. Hè? Niet alleen voor de senioren vandaag, maar ook voor jonge mensen. Het is altijd heel vreemd als je bijvoorbeeld huisbezoeken doet, hoeveel jonge mensen je aanspreken op hun pensioen. Dat betekent dat er een zekere onrust is bij ook jongeren. En die moet je ondervangen door het vertrouwen te herstellen. En ik denk wat de minister zegt is juist. En deze regering heeft maatregelen genomen. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je een helder perspectief biedt aan jonge mensen en aan iedereen die in de toekomst op pensioen zal gaan. Vandaar dat onze partij zegt, kijk, niet de leeftijd is belangrijk, maar het aantal kilometers op de kilometerteller. Dus wat Alexander De Croo ook zegt, wij zeggen na 42 jaar werken of tijdskrediet of werkloosheid als je zoekt naar werk, heb je eigenlijk recht op een volwaardig pensioen. Een volwaardig pensioen, dat betekent dat je een comfortabele oude dag tegemoet gaat. Wij zeggen, kijk, iedereen moet minstens 75% van zijn laatste loon overhouden op het moment dat hij met pensioen gaat. Dat is haalbaar door op drie sporen te werken. Het wettelijk pensioen, dat wordt solidair gefinancierd. We raken niet aan het repartitiesysteem, waarbij dat de huidige generaties eigenlijk de pensioenen van vandaag betalen. Dat vinden we eerlijk. Dat vinden we ook solidair. Zo blijft iedereen eigenlijk samen, werkgevers, werknemers en de overheid, het wettelijk pensioen betalen. De tweede pijler is de wet op de aanvullende pensioenen, waarbij dat je eigenlijk per sector zegt, kijk, we gaan voor onze medewerkers ook een pensioen garanderen bijkomend. Wij vinden eigenlijk dat dat niet afhankelijk mag zijn van de sterkte van de sector of hoe sterk dat sociaal overleg in een bepaalde sector is. Wij denken dat je dat moet veralgemenen, dat systeem. En de derde pijler, dat is het private pensioensparen. Eigenlijk gaan we daar heel ver in, doordat we die fiscale stimuli die er vandaag zijn behouden. Anderzijds zeggen we, als je 75% van je wettelijk laatste loon eigenlijk overhoudt bij je pensioen, dan gaan we dat niet verder fiscaal stimuleren. Dus dan investeren we in de eerste plaats in het wettelijk pensioen in de eerste pijler. Je zegt 75%. We zitten nu op 52, dacht ik. Mm-hmm. Nee, we zitten op 65. De mediane vervangingsratio netto. De mediane vervangingsratio. Dus het gemiddelde, het mediane is ongeveer het gemiddelde, is 65% in, ja. In ons land netto. Ja, vind ik een verrassend cijfer, maar oh. Maar wat het SPA-programma betreft, critici zeggen daarvan, door de derde pijler af te toppen, creëert u een soort basispensioen, maar u neemt een stuk flexibiliteitsmogelijkheden weg voor mensen die langer werken of die meer sparen. Ja, en dat is eigenlijk een soort egalisering. Wat wij zeggen is, ja, kijk, we houden die drie pijlers, maar we maken daar één solide pakket van, dat ook leesbaar is, dat transparant is en dat over de verschillende werknemersstatuten eigenlijk inderdaad egaliseert. Ik denk dat dat ook logisch is als je kijkt dat mensen vroeger vanaf de eerste werkdag tot hun pensioen in hetzelfde bedrijf werkten of ambtenaar waren, zie je nu dat mensen ook gemengde loopbanen hebben. En je moet daar ook je pensioenstelsel op aanpassen. Ik denk dat dat de evidentie zelf is. En wat de essentie is eigenlijk van ons voorstel, is dat je eerlijkheid en voorspelbaarheid inbouwt. Als je vandaag de dag op 18 jaar begint te werken, ja, dan moet je eigenlijk voor een volledige loopbaan 45 jaar werken en de wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar. De mensen die op 18 jaar beginnen werken, die zijn korter geschoold, hebben vaker ook zwaardere jobs. Dus wij zeggen, ja kijk, 42 jaar, je wordt gemiddeld minder oud dan mensen die hoger geschoold zijn en je bent helaas vaker ziek, dat is heel duidelijk. Dan kan je ook op je 60ste ook in de toekomst met pensioen. Oké, Wouter de Vriend, welke krachtlijnen trekt Groen naar de toekomst toe voor de pensioenen? Ik denk dat we hier met z'n allen een beetje onderschatten hoeveel mensen nog een veel te klein pensioen hebben in ons land. De armoede onder gepensioneerden, die is er. Heel veel ouderen kunnen heel moeilijk de eindjes aan elkaar knopen. En eigenlijk zou dat de doelstelling moeten zijn in gelijk welk pensioendebat. De cijfers zijn bekend, hè. 1 op de 5 is arm. Het gemiddelde pensioennetto ligt rond de 1100 euro. Voor vrouwen is dat 950, dus het gemiddelde pensioen voor vrouwen ligt onder de armoedegrens als alleenstaande.
weliswaar. Dus eigenlijk de doelstelling in het debat moet zijn, hoe kunnen we zekerheid geven aan iedereen op hun oude dag, zodanig dat ze over een vrij redelijk pensioen beschikken, om toch van die oude dag te kunnen genieten. En dat mis ik ook in het debat rond langer werken. Want eigenlijk, langer werken is één van de middelen om meer sociale bijdrage te hebben, meer bijdrage voor de financiering van het pensioen. En dat is nodig. Het percentage dat u gegeven hebt klopt. Het gaat over een inspanning die we moeten doen. Een inspanning van ongeveer 5% van het BBP, weliswaar gespreid over een periode van rond de 50 jaar. Dat is niet onoverkomelijk, dat wil ik ten eerste zeggen. De grote pensioenpessimisten verkijken zich daarop. Dat is niet onoverkomelijk. Hoe kunnen we die pensioenen betalen? Eén, langer werken, maar daar kom ik straks nog op. Maar natuurlijk ook meer jobs creëren, meer arbeidsvolume. Zodanig dat het grote pakket aan sociale bijdragen stijgt. Maar de doelstelling moet zijn, iedereen een redelijk pensioen. Eén van de oplossingen is langer werken. Maar wat heb ik gemist van de regering? En er zitten twee regeringspartijen aan tafel. Dat is hoe dat langer werken werkbaar maken. Want het is allemaal goed en wel om grote slogans te lanceren, om pensioenleeftijden op te trekken, om die hervormingen te doen. Met Groen hebben wij ons verzet tegen die hervorming, net omdat het luik werkbaar werk ontbrak. Werkbaar werken voor oudere werknemers, dat gebeurt een stuk in de privé, veel te weinig. Maar ik geef een voorbeeld. Een van de fabrieken van BMW heeft een lopende band geïnstalleerd met een trager tempo, speciaal gericht op de capaciteiten van oudere werknemers. We kunnen gaan naar systemen van mentorschap. We kunnen ook gaan naar systemen van halftijds werken, halftijds pensioen. Extra verlofdagen voor oudere werknemers, als ze die nodig hebben. Een van de andere voorstellen om werkbaar werk ook mogelijk te maken, maar ondertussen wordt het gedeeld door heel veel partijen, is om inderdaad niet meer zozeer rekening te houden met die vaste pensioenleeftijden, maar veel meer rekening te houden met het aantal loopbaanjaren. En wat ons betreft, en we zitten daarmee op dezelfde lijn als de SPA, moet het gaan over 42 jaar. 42 jaar loopbaanjaren, inclusief gelijkgestelde periodes, zoals nu. Ik hoop dat geen enkele partij toch van plan is om periode van ziekte, van invaliditeit, van werkloosheid minder te laten meetellen voor het pensioen. Mensen die werkloos zijn, moet je op een duurzame manier activeren richting een job. Akkoord, maar geen tweede keer sanctioneren door een pensioen af te pakken, uiteraard. Dus ik denk dat we die hervorming moeten doen. Zij is niet gebeurd in de afgelopen jaren. In de afgelopen jaren, men pakt soms uit met de pensioenhervorming, maar eigenlijk zijn er heel veel werven die niet aangepakt werden. En nu, het zijn verkiezingen, dus iedereen komt met opnieuw beloftes. Dat is ook goed, dat is ook niet slecht. Maar de harmonisering tussen de verschillende stelsels, bijvoorbeeld ambtenaren, werknemers, zelfstandigen. De tijd is een stuk voorbij dat de hele hoge ambtenarenpensioenen te rechtvaardigen zijn. Ik denk dat we dat moeten onderkennen en ik denk dat we moeten gaan naar een harmonisering. We moeten gaan naar een voldoende hoge vervangingsratio ook. Het mag niet de doelstelling zijn, als we de ambtenarenpensioenen harmoniseren met deze van de werknemers, dat de vervangingsratio natuurlijk naar beneden tuimelt. Ik denk dat we nog altijd moeten streven naar een vervangingsratio van 75%. Een pensioen moet beantwoorden aan 75% van het loon. Ik denk dat we moeten streven naar die doelstelling. Dus ons pleidooi is veelzijdig. Eén, hou goed uw finale doelstelling voor ogen. Zekerheid geven aan mensen in een oude dag. Twee, voer nog een aantal hervormingen door die niet zijn gebeurd. Veel meer rekenen in een aantal loopbaanjaren. Ga naar een harmonisering van de stelsels. En ook inzetten op werkbaar werk. Want als we mensen langer aan de slag willen houden, zullen we dat moeten doen. Ik geef misschien nog een laatste voorbeeld om af te sluiten. Een van de dingen om mensen langer aan de slag te houden, is toestaan dat ze op bepaalde momenten hun loopbaan kunnen spreiden. Loopbaan spreiden om finaal, op het einde van de rit, langer aan de slag te blijven. Wat heeft de federale regering gedaan? Ze hebben de systemen van tijdskrediet afgebouwd. Systemen van tijdskrediet tellen nu veel minder mee voor het pensioen. Na één jaar tijdskrediet wordt er eigenlijk al ingehakt op de pensioenrechten die je opbouwt als je in tijdskrediet bent. Terwijl die combinatie tussen arbeid en gezin is zo belangrijk voor onze mensen, ook voor mensen die werken, om aan de slag te kunnen blijven op een werkbare manier en inderdaad finaal ook langer te kunnen werken, langer te blijven werken, zodanig dat we die financieringsproblematiek kunnen oplossen. Ja, en uw verhaal van langer werken, impliceert dat ook voor minder loon, als er minder zwaar werk komt aan het einde van de carrière?
Wel, dat is uiteraard de keuze van iedereen. Hè. Het is aan iedereen de keuze om over te schakelen op deeltijdswerk. Maar ik vind wel dat we moeten... Nee, als je binnen de loopbaan een aangepast werk krijgt van dezelfde werkgever, moet dat loon er ook mee aangepast worden? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Ik denk, dat hangt ook af van bedrijf tot bedrijf uiteraard. Als je werkgever aanbiedt om van functie te veranderen, om bijvoorbeeld minder verantwoordelijkheid op te nemen, ja goed, dan, maar er is daar geen verplichting tegenover. Maar ik denk wel op het einde van de loopbaan dat we bijvoorbeeld moeten gaan naar halftijdse systemen job en pensioen. En ook met een tegemoetkoming voor oudere werknemers, zodanig dat ze die stap makkelijker zetten. Bij ons heet dat de tandemjobs, waarbij zeker in tijden van economische crisis ook met een vrij hoge jongere werkloosheid in het algemeen. De werkloosheid in Vlaanderen ligt 10% hoger dan vorig jaar, dus die is er wel. Wel, laat oudere werknemers de kans om over te schakelen op een halftijdse job. Zet daar een stuk compensatie tegenover. En laat jonge werklozen de kans om halftijds in te stromen, om zo die arbeidsmarkt te leren kennen. En zet daar ook een stuk compensatie over. Meneer de minister, wil erop. Maar misschien toch te geen punt. Als je spreekt over armoederisico. Het armoederisico bij gepensioneerden in ons land is ongeveer 11%. Het armoederisico bij gepensioneerden is lager dan bij de niet-gepensioneerden. Dus je zit vandaag in een situatie waar de gepensioneerden minder risico hebben op armoede dan degenen die werken of degenen die in de categorie zijn om te kunnen werken. Dat is dankzij één maatregel, is het IGO, de inkomensgarantie voor ouderen, die ervoor zorgt, dat is een bijstandsformule, waar men een vermogensonderzoek doet, dat is juist, en die mensen een uitkering geeft die boven het armoedeniveau ligt. Dan naar zeggen we kijken meer naar de loopbaan. Ik ben het daar helemaal mee eens. Maar je moet wel kijken naar de effectieve loopbaan. Want beide zeggen, ja, de gelijkstellingen tellen volledig mee. Een aantal gelijkstellingen moeten behouden blijven. Natuurlijk, er is niemand die ervoor kiest om ziek te zijn. Maar als je kijkt naar het effectief aantal gewerkte jaren in ons land voor men op pensioen gaat, in België is dat maar 32 jaar gewerkte jaren. En in Nederland is het 39 jaar. En dus waar we naartoe moeten, is naar ervoor zorgen dat er meer financiële onderbouw zit van ons pensioen. En de financiële onderbouw van ons pensioen is enerzijds meer mensen aan de slag en hun vragen om een inspanning te doen om een aantal jaar meer te werken. Dat is één domein. Een ander domein zal ook zijn, en dat is onvermijdelijk, dat je vanuit de overheid meer middelen naar pensioenen gaat brengen. Je gaat niet alles kunnen betalen met langer werken en meer werken. Op welke manier doe je dat? Dat doe je door zo snel mogelijk naar een begroting in evenwicht te gaan en naar een begroting in overschot. Vanaf 2017 moet je naar een begroting in overschot gaan. Waarom moet je dat doen? Om zo snel mogelijk de staatsschuld af te betalen. Wij betalen vandaag ongeveer 13 miljard aan rente op onze staatsschuld. Wel, als wij in de komende jaren de staatsschuld fors afbouwen, dat bedrag dat nu aan rente betaald wordt, dan kunnen we dat aan pensioenen uitgeven. Een laatste element is, we moeten zorgen dat we een bloeiende economie hebben. De pensioenen, zoals u aangeeft, het is niet onoverkomelijk. Het is oplosbaar. Maar het is enkel oplosbaar als wij ervan uitgaan dat we een bloeiende en competitieve economie gaan hebben. Uiteindelijk, onze ganse sociale zekerheid die wordt betaald met de economie die functioneert. Als je geen goed functionerende economie hebt, dan kan je ook geen sociaal paradijs hebben. De twee zijn onlosmakelijk met elkaar. Ja, maar wees niet te strak met uw begrotingspolitiek, uiteraard. De Europese Unie heeft de doelstelling dat we tegen eind 2016 naar een overschot moeten op onze begroting van 0,75%. Maar na die prognose of na dat advies van de Europese Commissie heeft ondertussen ook het IMF een advies gegeven aan België. En heeft het IMF gezegd van ja, laat ons een begrotingsevenwicht realiseren in België 2018-2019. Waarom? Omdat de realiteit verandert en men ziet dat met een te strakke begrotingspolitiek net die economische relance en jobcreatie waar u over spreekt, onmogelijk wordt. Want als overheid moet je soms ook investeren om aan jobcreatie te gaan doen. Ik denk bijvoorbeeld aan een loonlastenverlaging. We zitten met een kloof in zaken loonlasten tussen ons land en de buurlanden. Dat wegwerken, dat is een lastenverlaging. Dat kost natuurlijk geld. Je moet het ergens vandaan halen. Finaal moet er uiteraard een begrotingsevenwicht zijn. Maar wees daar niet te strak in. Als zelfs al een organisatie als het IMF de doelstellingen voor België bijstelt, dan wil dat toch wat zeggen. In zaken armoede misschien nog. Heel kort. Ik vind wat u zegt, klopt niet. En
bewijst dat uw stuk geen voeling heeft met de realiteit. Ja, maar als u zijn de cijfers. Nee, de cijfers zijn 1 op 5. Maar u rekent eigendom erbij. U rekent huisbezit erbij. Dat zijn de rapporten, van de studiecommissie van de Vergrijzing. 26%, maar u vergeet dat voor gepensioneerden met een laag pensioen, zij wonen vaak in huizen die slecht geïsoleerd zijn, grote onderhoudskosten. En van een huis kun je niet eten op het einde van de maand. Van een huis kun je ook je energiefactuur niet betalen. Dus het is niet zo dat dat huis als bezit echt die buffer is tegen armoede zoals u het voorstelt. Goed. Oké. Rogenie, de fundamentele financiering van het systeem, indien we niet structureel ingrijpen, moeten we meer inkomsten vinden, zegt men dan. En mensen voorspellen nu al forse ingrepen in vermogensbelastingen en noem maar op, om heel dit systeem betaalbaar te houden. Het is evident als je meer oudere mensen in je populatie krijgt, dat je gezondheidskosten gaan stijgen en je pensioenlasten gaan verhogen. Dus partijen die nu zeggen, kijk, in die sociale zekerheid, daar gaan we nu het gros van de besparingen doorvoeren. Ik denk dat die de mensen blaasjes wijs maken. Als je naar de komende regeerperiode kijkt, dan hebben wij in ons SPA-plan voor zekerheid eigenlijk 3,1% extra middelen voor pensioenen bovenop inflatie voorzien. Ik denk dat dat ook strookt met de cijfers die eraan komen. Als je kijkt dat er 65-plussers met meer dan 115.000 zullen toenemen in de komende 5 jaar, dan is de rekensom heel snel gemaakt. Een begroting in evenwicht, uiteraard is dat de doelstelling. Je kan nooit de centen uitgeven die je niet hebt en zeker niet op lange termijn. Leven op krediet, dat blijft niet duren. Maar het is ook juist dat saneren en je kapot besparen, dat je economie doet slabakken. Vandaar dat ik het eens ben met wat Wouter de Vriend zegt. Ga naar dat evenwicht in 2019 en zorg dat je in die sociale bescherming effectief de nodige investeringen blijft doen. In de eerste plaats voor de pensioenen, in de tweede plaats voor de gezondheidszorg. Systemen rond loopbaanberekening en loopbaanplanning en werkbaar werk, daar moet je natuurlijk in blijven investeren. Want je kan geen twee keer stropen. Mensen vragen om langer te werken, dat is niet evident. Als je aan mensen vraagt effectief om dat 42 jaar te doen, mensen beginnen te tellen. En als ze geen aangename job hebben of geen comfortabele job of een job die sustainable is, dan blijft dat eigenlijk niet duren en dan is dat geen eerbaar perspectief. Bovendien laten we vooral de mensen niks wijs maken. Wat we vandaag spenderen aan tijdskrediet, die niet gelinkt is aan werkloosheid, gezondheid of ziekte en zorgverlof, dat is hoogstens 800 miljoen euro. Als je weet dat de pensioenen 38 miljard kosten, dan ga je met daar heel veel te kutten, niet de pensioenen van de toekomst betalen. Dus we moeten blijven investeren, zorgen effectief dat er jobcreatie is, via zeer gerichte loonlastenverlagingen. Waar is een loonlastenverlaging het effectiefst? Als je inzet op mensen die vandaag het verst van de arbeidsmarkt staan. Dat zijn kortgeschoolde jongeren, vaak van allochtone origine. Wij hebben een heel drastisch voorstel om daar de loonkost tot 5% te verlagen en te werken met werkchecks, zodat die heel snel inschakelbaar zijn op de arbeidsmarkt. En effectief 50-plussers, de werkzaamheidsgraad is gestegen, maar ook zij werken nog veel minder dan andere Europese 50-plussers. En daar moeten we dus ook heel geciblieerd die lasten verlagen om werkbaar werk en een ander tempo mogelijk te houden. Een laatste punt, effectief de inkomsten moeten gegarandeerd blijven. En in dit land hebben we eigenlijk één heel perverse realiteit. Dingen die goed zijn, die zoals gaan werken, die worden misschien te hoog belast. En dingen die een zegen zijn voor de betrokkenen en waar eigenlijk niks tegenover staat, zoals het verwerven van kapitaal of het rijker worden door je slapend kapitaal voor jezelf te laten werken, die worden heel weinig belast. Dus verschuif die lasten van werk naar vermogenswinst en zorg dat je daar een veel eerlijker fiscaal stelsel uitbouwt. Okay. We botsen hier op een oude tegenstellingen. U bespaart te hard, u investeert te weinig in de economie en u remt op die manier de groei af. Ja, maar zo snel mogelijk naar een begroting in evenwicht gaan blijft toch wel een belangrijke doelstelling. En ik denk dat het een fout zou zijn om het pad te verlaten. Ik denk deze regering heeft in een zeer moeilijke omstandigheden
ons land uit de gevarenzone gebracht. Want men vergeet dat soms, maar 2,5 jaar geleden was België in de groep van Griekenland en Italië en Portugal, die landen die dreigden over kop te gaan. Vandaag is dat absoluut niet meer het geval. En we krijgen daar ook de vruchten van, want onze interestvoeten zijn zeer zwaar gedaald en het vertrouwen in ons land is grotendeels hersteld. En dus ik pleit ervoor om dat begrotingstraject aan te houden. En dat wil ook zeggen dat je als overheid beslist om een aantal zaken niet meer te gaan doen. En ik ga niet enkel over het Vlaamse niveau spreken. Maar op het Vlaamse niveau heeft men beslist dat er een Vlaams energiebedrijf moest komen. Wat dat Vlaams energiebedrijf nu juist doet, dat is voor mij nog altijd zeer, zeer onduidelijk. Maar dat zijn toch meerdere honderden miljoenen die daarvoor voorzien waren. Ik denk niet dat je als overheid actief moet zijn in een privéactiviteit. We hebben in Vlaanderen meer dan 140 verschillende agentschappen. We hebben de provincies, waarvan sommige partijen zegden dat ze wilden afschaffen. Ook mijn partij, maar we zijn geen deel van de Vlaamse regering. We hebben in ons land heel veel overheid en ik denk dat de overheid een stuk kleiner kan zijn. We hebben een overheidsbeslag dat ongeveer 54% is. Dat is gedaald ten opzichte van 2 jaar geleden, maar het Europees gemiddelde is 49. Dus het overheidsbeslag terugbrengen naar het Europees gemiddelde, ik denk niet dat dat iets is dat onmogelijk is. Dat is perfect mogelijk om dat te doen en ondertussen ook een aantal loonlastenverlagingen door te voeren. Ik denk dat je die loonlastenverlagingen lineair moet doen. Ik denk dat je dat voor alle jobs moet doen en dat je niet moet beginnen zeggen dat groepje wel en dat groepje niet. Omdat elke job die je creëert in ons land heeft een zeker economisch effect. En ik vind niet dat je één moet gaan bevoordelen boven een andere. En dus de discussie is niet waar moet je nieuwe inkomsten gaan halen om de pensioenen te gaan betalen. Dat is in mijn ogen niet. En men zegt soms, ja, welke lastenverschuivingen moet je doen? Ik ben het daar niet mee eens. Ik denk niet dat je een lastenverschuiving moet doen. Wat je in ons land moet doen, is een lastendaling. En een lastendaling, dat wil zeggen dat je de lasten op werk, dat je die doet dalen. Wij stellen voor om die met 5 miljard te doen dalen. Dat wil ook zeggen dat je de mensen die werkt en de mensen die gewerkt hebben, dus de gepensioneerden, dat je die mensen netto meer geeft. Dat je dus op de inkomensbelasting daar ook een stuk uithaalt. Doen wij dat om de mensen cadeaus te geven? Nee. Wij doen dat omdat we jobs willen creëren. En omdat jobs creëren de enige manier is om onze sociale zekerheid en onze pensioenen te kunnen veiligstellen. En dus onze pensioenen betalen, dat zullen we doen door als overheid minder uit te geven aan bepaalde zaken en door een stuk efficiënter te gaan werken, niet door nieuwe inkomsten. Meneer de Vriend, onze tijd voor het eerste deel is om. We hebben nota genomen van alle standpunten, ik denk dat die duidelijk zijn. In het tweede deel gaan we een aantal voorstellen die het Tienerade Denktank poneert aftoetsen aan het politieke veld. Maar dat doen we na een korte onderbreking. We praten nog steeds over de betaalbaarheid van onze pensioenen en over wat we moeten doen om die betaalbaarheid in de toekomst te garanderen. We doen dat nog steeds met minister van Pensioenen, Alexander De Croo, met Caroline Gené van SPA en met Wouter De Vriend van Groen. We hebben de standpunten van uw partijen kunnen vernemen in het eerste deel. In dit tweede deel willen we graag een aantal hypothesen, strategieën die de Denktank Itinera voorstelt, even aftoetsen op hun haalbaarheid. Eén daarvan is het invoeren van een transparanter systeem naar de werknemer, naar de loontrekkende, naar de ambtenaar toe en de opbouw van dat pensioen. Niemand heeft daar eigenlijk zicht op dit moment van welke pensioenrechten hij heeft. Men zou dat kunnen doen door een notionele rekening met punten in te voeren. Maar het komt eigenlijk op neer dat je punten toekent per gepresteerd, per jaar dat je werkt. Dat je, als je op pensioen gaat, die punten omzet in een financieel bedrag. En dan heb je de keuze eigenlijk om dat financieel bedrag te koppelen aan de levensverwachting en uit te keren in functie van die levensverwachting, waardoor iemand die langer werkt meer pensioen zal krijgen. Is dat een haalbare optie, meneer de minister? Maar eerst en vooral is het niet zo dat je vandaag geen enkel zicht hebt op hoe ver dat je staat voor je pensioen. Elke werknemer kan naar de website mypension.be gaan en kan daar kijken hoe ver hij vandaag staat met zijn pensioen. In de nabije toekomst zal dat ook zo zijn voor het aanvullend pensioen, waar we ook juist onlangs beslist hebben in het parlement om de informatie daarover zeer duidelijk te maken. Namelijk, hoeveel kapitaal heb je en hoeveel rente zou dat zijn mocht je dat op een maandelijks bedrag uitkeren. Dus die mogelijkheid bestaat vandaag al. Wat het voordeel is van een puntensysteem, is dat je natuurlijk voor mensen zeer duidelijk maakt welke de link is tussen het aantal gewerkte jaren en het op pensioen kunnen gaan. En dus ik vind zo'n systeem eerder wel positief.
Het zorgt ervoor dat je ook veel meer gaat redeneren in gewerkte jaren. En gewerkte jaren zijn jaren die bijdragen. Dat je ook met coëfficiënten kunt werken voor gelijkstellingen en andere. Dus zo'n puntensysteem geeft in mijn ogen zeer veel flexibiliteit. En kan aan mensen veel meer duidelijkheid geven over waar ze naartoe gaan. En dat is eigenlijk wat in mijn ogen een volgende regering zou moeten kunnen doen. Is natuurlijk beslissen over maatregelen voor hun regeerperiode. Maar een volgende regering zou perfect een aantal maatregelen kunnen nemen die ingaan tussen 2020 en 2040. Dat kan perfect, hè, want de demografie is zeer voorspelbaar. En dan ga je mensen zekerheid geven. Als je vandaag al aan de 40er kan zeggen, het zal er als jij er 60, 65 bent, zullen de voorwaarden er zo uitzien, dan denk ik dat je heel veel van de onzekerheid gaat wegnemen. En zoiets is perfect mogelijk. En ik hoop dat een volgende regering dit soort beslissingen neemt, voor mij in lijn met zo'n puntensysteem. Ja. U zegt mensen kunnen naar die website gaan om hun pensioen te laten uitrekenen. Mm-hmm. Zou het een optie zijn om mensen actief ervan te informeren? Ik denk dat het in Zweden is dat mensen elk jaar een soort envelop krijgen met daar een soort berekeningen waar ze staan. Wel, dat is de befaamde oranje envelop in Zweden. In België hebben we geopteerd voor een elektronisch systeem waar je eigenlijk elke dag kan naartoe gaan. Het is ook zo dat in België, en dat is recent beslist, elke 45-jarige een brief krijgt die hem uitlegt van kijk, dit is waar je vandaag staat. Dit is ook waar je staat in je aanvullend pensioen. Zeer belangrijk, want vandaag is dat een beetje gescheiden van elkaar. En in feite moet je dat toch bekijken als een soort uiteindelijk samenvoegbaar pensioen. En er is beslist om mensen vanaf 45 jaar ook die informatie te leveren. Het voordeel van MyPension is dat je er op termijn ook simulaties kan gaan doen. Dat je zou kunnen zeggen, kijk, als ik stop op 62, mm-hmm. hoeveel pensioen zal ik hebben? Mocht ik beslissen om verder te doen tot 65, hoeveel pensioen zou ik meer kunnen hebben? Mensen moeten een soort pensioenreflex krijgen. De keuzes die je in je carrière maakt, die beslissen hoeveel pensioen dat je gaat hebben. En te vaak maken mensen keuzes in hun carrière en beseffen ze daarna pas welke de impact daarvan is op hun pensioenen. En een site zoals MyPension kan daar veel bij helpen. Ja. Mevrouw Genier, voor of tegen een puntensysteem? Ik vind een puntensysteem inspirerend. In Duitsland werkt men zo. Omdat mensen dan inderdaad bewust worden van het feit dat ze met hun pensioen moeten bezig zijn tijdens hun loopbaan. Dat is een goede zaak. Wat het negatieve aspect aan zo'n puntensysteem is dat je eigenlijk wel je punten verzamelt in de loop van je carrière, maar dat je pas helemaal op het einde van je carrière weet hoeveel euro dat daar maandelijks tegenover staat. En dat vind ik eigenlijk niet zo goed voor de voorspelbaarheid, de transparantie en de betrouwbaarheid van het systeem. Dus ik blijf toch wel verdedigen dat je met een vaste loopbaan van 42 jaar gewerkte jaren en een egalisering van de verschillende stelsels, dat je daar toch veel meer duidelijkheid en voorspelbaarheid kan inbouwen. Dat puntensysteem of het notionele systeem, we kennen dat uit andere beleidsdomeinen met de notionele interestaftrek, dat is niet altijd het meest transparante en betrouwbare en genereert ook niet altijd de effecten die je wil. Dus ik zou willen pleiten voor meer transparantie, voor effectief die reflex en die berekening al vanaf het begin van de loopbaan, het samenvoegen van de drie pijlers en dan toch echt wel zicht krijgen op na 42 jaar heb ik eigenlijk x pensioen per maand. Sowieso moet dat altijd comfortabel zijn en je niet in armoede storten. Want die discussie hebben we hier voor de pauze gevoerd. Het klopt helaas dat één senior op vijf met een armoederisico kampt. Dat daalt als mensen een eigen huis hebben. Maar het zou toch moeten zijn dat het pensioen aan zich een comfortabel leven garandeert. En daarvoor is die vervangingsratio van die 75% van dat laatste loon zo belangrijk. Wouter de Vriend. Ja, wel, ik hoor de minister graag pleiten voor meer transparantie, uiteraard. Maar tegelijk stel ik vast dat de federale regering in de afgelopen jaren toch meer en meer heeft ingezet op het aanvullend pensioen, de tweede pijler. De vraag was, bent u voor of tegen dit notioneel systeem met punten? Ik kom ertoe. Ja. De vraag is, hoe kun je pleiten voor meer transparantie naar de mensen toe als je tegelijk inzet op een pensioenopbouw dat afhankelijk is van de resultaten op de beurs? Resultaten op de beurs zijn per definitie niet voorspelbaar. Dus we zijn gevaarlijk bezig als we
ja, het pensioen van de mensen, ja, de doelstelling van die vervangingsratio van 75%, laten afhangen van de aanvullende pensioenen en de beursresultaten. In Nederland zal in de komende 2 jaar de uitkering van de pensioenen, van het aanvullend pensioen, zullen daar met 8% verminderen. Dat zijn mensen die 20 jaar geleden ook die transparantie hebben gewild, ook die voorspelbaarheid hebben gevraagd, het misschien ook hebben gekregen op basis van hypothetische prognoses, hoe de beurzen het zouden doen dan 20 jaar later, maar die vandaag moeten vaststellen dat eigenlijk hun pensioen is gedaald. Dus dat wat betreft die transparantie. Maar misschien heel kort, als ik mijn punt mag afmaken. Dan misschien op mijn vraag. Ken je pensioen? Ja, maar het hangt ermee samen. Ja, transparantie in zaken pensioen kun je eigenlijk alleen maar krijgen als je, zoals Groen doet, sterk blijft inzetten op het wettelijk pensioen. Maar die transparantie, we zitten met een bijkomend probleem, namelijk de gemengde pensioenen. Het is niet zo eenvoudig om een pensioenberekening door te geven als het gaat over mensen die ambtenaar zijn in een bepaalde periode van hun leven, werknemer, zelfstandige. Dit moet nog meer geharmoniseerd worden. Dat is ook iets wat de Ombudsdienst Pensioenen in haar jaarverslagen naar voren schuift. We hebben ook gemerkt dat met de transparantie er niet zo goed gesteld was na de pensioenhervorming. Het heeft heel lang geduurd vooraleer alle maatregelen in het systeem verwerkt worden. Ons voorstel is om mensen te informeren, niet alleen vanaf 45 jaar, maar werkelijk vanaf het begin van de loopbaan, om een prognose te geven naar het wettelijk pensioen. Kijk, je hebt zoveel pensioenrechten opgebouwd en dan is het aan hen om de keuze te maken in hun carrière, in hun loopbaan. Dus die transparantie moet beter, maar je zal dat nooit krijgen als je, zoals de traditionele partijen doen, meer en meer blijft inzetten op dat aanvullend pensioen. Dat is een gevaarlijke evolutie. Ik denk dat de bankencrisis van 2008-2009 ons toch die les zou moeten geleerd hebben. Maar ik zou... Je spreekt over Nederland, hè? Ja. Een land waar zeer uitgebreide aanvullende pensioenen zijn. Ik zou graag in de Nederlandse situatie zitten. De overgrote meerderheid van de mensen in Nederland heeft een vervangingsratio die meer is dan 100%. Meer, ze krijgen een pensioen dat hoger is dan hun laatste loon, omdat ze zo uitgebreide aanvullende pensioenen hebben. Het is juist dat men in Nederland beslist heeft om een aantal pensioenen in te korten. Als een inkorting van 8% wil zeggen dat je van 100% naar 92% vervangingsratio gaat, dan denk ik dat heel veel mensen in België daar zouden voor tekenen. Ja. Dus je moet het wel de juiste vergelijking maken. Maar u moet dan ook het volledige Nederlandse systeem bespreken, want in Nederland hebben ze ook een basispensioen. Mm-hmm. Wij ook, wij hebben de inkomensgarantie voor ouderen. Nee, dat is nog altijd niet automatisch toegekend. Er zijn nog mensen van 75 jaar die zonder twijfel recht hebben op de inkomensgarantie voor ouderen, maar het nog altijd niet gekregen hebben. Ons voorstel is om eigenlijk het Nederlandse systeem wat betreft het basispensioen over te nemen. Waarom? Omwille van de armoede en de financiële onzekerheid van veel ouderen. Wij zeggen, op dit moment 1 op de 5 is nog arm. Dus dat betekent dat je nog altijd met een aantal pensioenen zit onder de armoededrempel van 1000 euro. Als je 2 miljard euro injecteert in het systeem, dan zorg je ervoor dat die allerlaagste pensioenen opgetrokken worden tot de armoededrempel. Daarbovenop komt dan een supplement op basis van het inkomen en aantal gewerkte jaren, zoals eigenlijk in de huidige logica bestaat. Op die manier doe je absoluut iets aan de transparantie, de voorspelbaarheid. Je doet iets aan de armoede. En het is ook betaalbaar, omdat, wat ons betreft, moeten we eens nadenken over het behoud van de fiscale aftrek voor de derde pijler, het individuele pensioensparen. Dat is een thema dat hier nog niet aan bod is geweest, maar het individueel pensioensparen, de derde pensioenpijler, komt vooral te goede aan mensen die sowieso al over een vrij hoog pensioen beschikken. Wij zeggen Meer dan de helft van de bevolking doet dat. Wat ons betreft... Dus voor mij is dat goed als je zegt dat die mensen rijk zijn. Dat wil zeggen dat er zeer veel rijke mensen in ons land zijn. Dat heb ik niet gezegd. Ik heb wel gezegd dat in zaken herverdeling, als je ziet dat het individueel pensioensparen, die fiscale aftrek, 800 miljoen euro kost aan de overheid. Wij zeggen, laat iedereen maar aan individueel pensioensparen doen. Dat kan. Hè. De bank kan zulke formules aanreiken. Maar waarom moeten wij dat als overheid gaan subsidiëren, gaan aanmoedigen? Kostprijs 800 miljoen euro per jaar. Dat is een enorm bedrag. We hebben het hier gehad over begrotingen, over veel gepensioneerden met een te laag pensioentje. Wij willen nadenken over die steunmaatregelen. Ik vind dat je moet nadenken over een verstandig beheer van overheidsmiddelen in dit land. Ja,
U topt ook die fiscale voordelen af. Ja, eerst over de robuustheid van de financiering, hè, van het pensioenstelsel. Het klopt dat je dat best niet afhankelijk maakt van economische schokken. En hoe meer dat je het in beleggingsinstrumenten investeert, hoe groter dat die afhankelijkheid wordt. Onze pensioenen zijn daartegen beschermd door het repartitiestelsel, hè, waarbij dat de huidige generatie werkende voor de pensioenen van de gepensioneerden van vandaag betalen. En dat is goed dat we dat ook in alle voorstellen behouden. Tweede verhaal, de wet op de aanvullende pensioenen. We moeten zorgen dat die veralgemeend wordt naar alle sectoren, ongeacht het sociaal overleg per sector, en dat daar ook een gegarandeerd rendement tegenover staat. Eigenlijk is het de doelstelling van SPA om dat pensioen dat vandaag op twee poten loopt, het wettelijk stelsel en de aanvullende pensioenen, om dat op termijn in één wettelijk stelsel samen te laten smelten door de veralgemening van die tweede pijler. Derde pijler is het private pensioensparen dat fiscaal aftrekbaar is. Wij zeggen behoud dat, want dat maakt vandaag ook mensen bewust van hun pensioenproblematiek van morgen. Maar werk bijvoorbeeld hervormingen uit waardoor dat je zegt, kijk, het is belangrijk dat je dat pensioensparen, dat ook effectief als pensioen wordt geïnvesteerd. Nu is het zo dat sommige mensen dat gewoon oppakken op het moment dat ze met pensioen gaan, om eigenlijk een schenking te doen aan de kinderen. Dat is leuk, dat is plezant. Waarschijnlijk zijn senioren daar zeer blij mee en de kleinkinderen vaker nog blijer. Maar als je in een pensioenlogica redeneert, dan moet je wel die fiscale spaarmiddelen eigenlijk in rente uitbetalen, bijkomend maandelijks aan je pensioen. Tweede hervorming die we voorstellen, de vervangingsratio die we nastreven, is 75%. Alles wat je gespaard hebt zelf boven die 75%, ja, dat hoef je eigenlijk niet meer fiscaal aftrekbaar te maken. Zo heb je eigenlijk heel gecibleerde systemen in de drie pijlers die op termijn de robuustheid van het totale systeem moeten garanderen. Ja, dat is inderdaad een duidelijk voorstel. Maar wat u zegt over die rendementgarantie inderdaad, die ligt nu denk ik op 3,5%, terwijl dat iedereen weet dat de opbrengsten uit obligaties bijvoorbeeld 2, en iets zijn. Werkgevers zeggen dan van ja, dat is eigenlijk een loonlastenverhoging opnieuw voor ons. Als je die twee pijlers samenvoegt, druist dat in tegen uw loonlastenverlaging. Ja, kijk eens, het is zo dat je in de pensioenen naar een solidaire financiering gaat in de twee eerste pijlers. Vandaag is dat werkgevers, werknemers en overheid. Als de overheid de garantie biedt binnen de tweede pijler, ja, dan ga je ook meer naar die financieringsmechanismen. Ik denk dat dat logisch is als je op termijn naar een egalisering van het systeem wil gaan tussen de statuten en in zaken financiering tussen de verschillende pijlers. Dus dat is toekomstmuziek, lange termijn denken, maar we moeten dat ook samen durven doen met de studiecommissie voor de vergrijzing, met de expertengroep en vooral ook binnen de politieke families, tussen werkgevers en werknemers, want de tweede pijler is inderdaad collectief overleg tussen de werkgevers en de werknemers, maar de overheid, wat ons betreft, heeft wel de taak om daar garanties en aanmoedigingen voor te voorzien. Ja, maar misschien toch heel kort, want wat beide partijen hier voorstellen, hè, meneer De Vriend, u zegt van kijk, we moeten weg van de aanvullende pensioenen, want dat is gevaarlijk, dat zou tegengesteld zijn wat eigenlijk ongeveer alle landen in de wereld aan het doen zijn. En mevrouw Genet, u zegt ja, we moeten dat eigenlijk integreren in het wettelijk stelsel. Dat wil ik heel duidelijk zijn. Absoluut niet. Absoluut niet. Het aanvullend pensioen is vandaag iets dat 75% van de mensen hebben. Door het eenheidsstatuut arbeidersbediende hebben we nu een impuls gegeven om ervoor te zorgen dat 100% van de mensen dat moeten hebben. Ik ben absoluut voorstander om dat te behouden als een systeem dat door de banken en de verzekeraars wordt beheerd. En dat je zoveel mogelijk uit de handen van de overheid houdt. En daar hebben we echt een verschillende mening. Maar dat zal uit de handen van de overheid blijven. Maar u wil het integreren in de eerste pijler, ja, dan vergroot u de invloed van de overheid daarin. In de zekerheid van het wettelijk pensioen, dat lijkt me nogal evident, dat je als je naar een veralgemening gaat, over de verschillende sectoren en naar alle werknemers, dat je het effectief privaat beheert, maar dat je wel een garantie biedt, zodat die mensen met een tweede pijler, of voor dat deel van hun pensioen, niet alleen maar afhankelijk zijn van de beurs. Dat lijkt mij evident. Maar die veralgemening over de verschillende sectoren, dat horen we al vele jaren. De veralgemening van het aanvullend pensioen. Maar die is er vandaag. Op dit moment
Slechts 37% van de gepensioneerden heeft een aanvullend pensioen. Ah, ja, maar we spreken, ja, nee, nee. We spreken en, over en de huidige altijd, werkenden ja, natuurlijk. Nee, maar nog altijd 30% van de huidige werkenden heeft dat niet. Ja, en tien jaar geleden was het maar 40%, maar, vandaag is het 75%. Nee, men wil dit uitbreiden, men spreekt daar al 10 jaar over, maar men slaagt er niet in om die 100% te bereiken. Nee, voor een aantal sectoren is dat bijzonder moeilijk. Wat je vertelt is niet juist. Wij komen van 40%. Als ik eventjes mag... Met het aanvullend pensioen breek je niet alle mensen. Met het aanvullend pensioen breek je niet alle mensen. Dat zijn de feiten. 3 op de 10 heeft het nog niet. En 75% heeft het wel. En 2, ik blijf zeggen dat het een gevaarlijke evolutie is als je pensioenopbouw van mensen afhankelijk maakt van de beursresultaten. Okay. We zien het in Nederland. We hebben de bankencrisis gehad van 2008. Ons alternatief is een sterk wettelijk pensioen. Sorry, in de fonds is dat niet juist. Ten eerste, 10 jaar geleden had 40% van de mensen het, vandaag heeft 75% van de mensen het. Dus je kan niet zeggen dat het aanvullend pensioen niet veralgemeend wordt. En uiteindelijk, een repartitiestelsel en een kapitalisatiestelsel, uiteindelijk, beide stelsels zijn een vertrouwen in de economie van de toekomst. Want in een kapitalisatiestelsel ga je ervan uit dat de economie het goed doet en dat er rendementen zullen zijn. In een repartitiestelsel ga je ervan uit dat u en mijn kinderen een job zullen hebben. Want als ze geen job hebben, dan zullen onze pensioenen niet betaald worden. Dus ook in een repartitiestelsel ga je er eigenlijk vanuit dat de economie het op termijn zal goed doen. Dus als u zegt kapitalisatie, daar geloof ik niet in, want je bent afhankelijk van de economie. Repartitie zijn even afhankelijk van de economie. Pensioenen betalen met een overheidsbegroting is nog altijd een veel sterkere buffer dan pensioenen laten betalen door opbrengsten op de beurs. Wie betaalt de overheidsbegroting? Niet de opbrengsten op de beurs. Het is een keuze die je als overheid nog kunt hebben. De beurs kan die keuze niet maken. Als de beursresultaten tegenvallen, voelen de mensen het in hun pensioen. Kijk naar Nederland, wat maar er vandaag gebeurt. Pensioenfondsen investeren maar een klein deel in de beurs. De overgrote meerderheid is in obligaties die helemaal niet. Laat ons dit hoofdstuk afsluiten en proberen van nog een nieuwe aan te snijden. Het systeem van pensioenen is sowieso gebaseerd op solidariteit. Daar kan je niet onderuit. Etienne dat zegt van de 50-plussers, die zijn 2,5 keer zo rijk als de jongere bevolkingsklassen. Je kan op die mensen een beroep doen door een lastenverschuiving naar vermogen, veronderstel ik. Maar anderzijds heb je de ambtenarenpensioenen. Als ik het goed begrepen heb, is dat gemiddeld 32.000 euro per jaar. Terwijl voor loontrekkenden is dat op 12.000 euro per jaar. Dat is een immens verschil natuurlijk. Dus je moet die afbouwen en je kan daar een tweede pijler tegenover zetten die toeneemt of die gecreëerd wordt. Volgt u in die redenering? Nee, daar volg ik eigenlijk eerder de redenering van Caroline Genet. Die zegt, je zit met een bepaalde vervangingsratio in de ambtenarenpensioenen en die ligt op 75%. En je moet maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de vervangingsratio in de privé en voor zelfstandigen op hetzelfde niveau komt. En dat kan je doen door ervoor te zorgen dat iedereen een aanvullend pensioen krijgt en dat iedereen aan pensioen sparen doet. En dat is vanuit begrotingsperspectief veruit de meest efficiënte manier, door fiscale bevoordeliging, dat is juist, om het op hetzelfde niveau te brengen. Trouwens, heel veel van de hervormingen die wij gedaan hebben, eigenlijk elke hervorming, hebben we ervoor gezorgd dat de voorwaarden exact dezelfde zijn voor ambtenaren, voor zelfstandigen en in de privé. Hè. Vroeger was bijvoorbeeld de minimumloopbaan om op vervroegd pensioen te kunnen gaan, die was 35 jaar in die privé, die was bij de overheid 5 jaar. Wel, we hebben beide op 40 jaar gebracht. Elke hervorming die we gedaan hebben is een egalisering geweest tussen die drie stelsels. En op termijn zullen die veel meer naar elkaar toegroeien. Maar het zal een egalisering naar boven zijn en geen egalisering naar beneden. Ja, dan kunnen we beroep doen op die 50-plussers en dat vermogen voor een stuk meer aanspreken. Wat je moet doen is ervoor zorgen dat de lasten op de werkenden niet door het dak gaan. En dan ben ik blij dat eigenlijk alle partijen zeggen we moeten de lasten op arbeid doen dalen. Wat je eigenlijk daar zegt is dat de sociale lasten die betaald worden op degenen die werken, dat je die gaat plafonneren, dat je die groei gaat tegenhouden. Dat wil zeggen dat je een deel middelen die je gaat gebruiken om pensioenen te betalen, dat je die van ergens anders moet halen. Onze redenering is daar, wel, zorg ervoor als overheid dat je overheidsbeslag van 54% naar het Europees gemiddelde gaat van 49%. En dus bespaar als overheid om te zorgen dat je meer pensioenen kan betalen. Ik denk niet dat je dat moet doen door nieuwe inkomsten te gaan vinden. Want dat is de redenering van mijn partij, andere partijen hebben daar andere meningen over. Ja, mevrouw Genet, de ambtenaren, pensioenen zijn een gevoelig punt voor u, veronderstel ik.
Wel, ik denk dat we het... ik weet niet wat Groen denkt, maar hier ben ik het effectief eens met wat Alexander De Croo zegt. De vervangingsratio bij de ambtenarenpensioenen is 75%. We moeten die niet gaan verlagen. We moeten zorgen dat de privépensioenen eigenlijk ook naar die 75% gaan. En qua financiering zien wij vooral twee mogelijkheden. Wij denken effectief, als je de last op arbeid wil verlagen, dat je dan een vermogenswinstbijdrage, dus uit de opbrengsten uit je vermogen eigenlijk inkomsten kan genereren. En tweede luik, wij zien natuurlijk ook wel extra inkomsten uit de fraudebestrijding voor de gemeenschap ten goede komen. Wat zie je vandaag? Dat deze regering met Jean Crombé 1,5 miljard euro extra inkomen gegenereerd heeft door fiscale en sociale fraude aan te pakken. Deze regering heeft maar 2 jaar gewerkt. De volgende zal dat meer dan 5 jaar... meer dan 4. Vroeger was het 4, nu zou het naar 5 gaan. Normaal gezien moet je daar ook 3 miljard euro extra inkomsten kunnen genereren. Dus laten we meer inzetten op misbruik, op fraude. Daar is heel wat, als je onze zwarte economie bekijkt, schattingen spreken tot 30 miljard. Dus zorg dat iedereen eerlijk bijdraagt, zodat je ook die pensioenen en die gezondheidszorg, die sociale bescherming, maar ook die noodzakelijke investeringen in onderwijs en vorming en in jobs, dat je die kan blijven betalen. En natuurlijk, de overheid is geen doel op zich. Het is niet de omvang van de overheid die telt, maar het is de richting die ze aangeeft die belangrijk is. En bijvoorbeeld federaal zeggen wij, ja, kijk, die F-16's die sommigen willen kopen in defensie of in het leger, die etelijke miljarden gaan kosten, doe dat niet. Hanteer voor één keer eens de moezenorm, doe dat in defensie en bevries daar de uitgaven. Je moet heel gerichte keuzes maken. Wat het probleem vaak is, en de cretologie van sommige partijen is, alles lineair, het geld maar halen waar het niet te halen valt. En kei verschillende keer stropen, maar een aantal categorieën buiten beschouwing laten. Dat vind ik niet eerlijk. Je moet zowel aan inkomstenzijde als aan uitgavenzijde nemen waar het gaat, maar vooral ook geven waar het nodig is. En dat is een solidair systeem. Ja. Groen heeft al de vermogenswinstbelasting ook op haar beurt voorgesteld. Dus je kan zich er ook in vinden, veronderstel ik. Ja, wij gaan wel akkoord met die stelling van Itinera, omdat er een grote fiscale hervorming nodig is in dit land. Een verlaging van de loonlasten die wij budgetteren op 5 miljard. Wij gaan daar vrij ver in, omdat we denken dat dat goed is voor onze economie. En een fiscale verschuiving, een verschuiving naar lasten op vermogenswinst en op milieufiscaliteit. En dat wilde ik zeggen voor de pauze. Het is natuurlijk gemakkelijk als Open VLD 5 miljard loonlastenverlaging belooft, dan ook nog 5 miljard korting voor de personenbelasting. Maar ze zeggen eigenlijk niet waar ze het gaat halen. Besparingen op de overheid, maar dat is vrij vaag. Het doet mij een beetje denken aan de N-VA, die ook in moeilijkheden kwam met haar discours. Absoluut. Ik zou je dat ook uitleggen als je dat wilt. Ja, maar u krijgt straks ongetwijfeld de kans van onze moderator. Maar wij zeggen wel heel duidelijk waar we het gaat halen. Wij hebben ons programma volledig gebudgeteerd. Die loonlastenverlaging en een shift naar inderdaad een vermogenswinstbelasting. Waarom? Omdat we denken dat als land we eigenlijk nog marge hebben op dat vlak. En het eigenlijk niet rechtvaardig is dat mensen die inkomen halen uit arbeid zo zwaar belast worden en mensen die inkomen halen uit vermogen eigenlijk slechts minimaal. Bij ons is het wel ook tegelijk een vereenvoudiging. Dus wat wij willen doen is alle bestaande vermogensbelastingen, zoals bijvoorbeeld belasting op roerende inkomsten, erfenisrechten, schenkingsrechten enzovoort. Al die bestaande belastingen willen wij afschaffen en vervangen door een uniform systeem van een vermogenswinstbelasting. Daarvoor is er natuurlijk ook een vermogenskadaster nodig, zoals we allemaal weten. De organisatie daarvan is een kwestie van politieke wil, dus hopelijk na de verkiezing. Het is alleszins heel duidelijk, sommige partijen pleiten voor die fiscale hervorming, weg van lasten op arbeid naar een stuk vermogen, een stuk milieu. Maar het is aan de kiezer om een keuze te doen. Heel kort over vermogensbelasting. Kijk, in de fonds, je zou zeggen, die categorie van exorbitant rijken, die moeten meer belastingen betalen. In feite ben ik het daarmee eens. Als je kijkt naar wat dat gaat willen zeggen in de realiteit, dat wil zeggen dat je die kleine groep, die ga je niet kunnen pakken, want in een vingerknip verhuizen ze hun kapitaal. En wie gaat raken, is juist degene waarvan ook Itinera zegt die je ze moet vrijwaren, namelijk de werkende middenklasse of degene die opgebouwd hebben op basis van wat zij helemaal gedaan niet hebben. In ons land, wij zijn op kapitaal al de derde hoogste belaste van Europa.
En als je een bijkomende belasting op vermogens of op vermogenswinst gaat invoeren, wat je gaat doen, is eigenlijk een belasting op creativiteit en op ambitie. En dat is juist het laatste wat we in ons land moeten doen. Okay. Bij ons ligt de grens op 1 miljoen euro, voor alle duidelijkheid. Mensen die meer dan 1 miljoen euro hebben, zullen een stukje meer moeten bijdragen. In ruil daarvoor krijgen onze economie, onze ondernemers, een serieuze loonlastenverlaging. Ik denk dat dat een faire deal is die de rechtvaardigheid en onze fiscaliteit een stuk herstelt. Ja, Wouter de Vriend, u hebt het net op tijd gezegd en onze tijd is om. We moeten hier het debat afronden. Ik moet u allemaal danken voor uw inbreng in dit debat. En ik hoop dat 25 mei nieuwe of andere opportuniteiten creëert om bakens uit te zetten naar de toekomst toe, ook in zaken de pensioenen. Dank u wel.